In het ijshockey loopt het seizoen stilaan op zijn laatste schaatsbenen. Yeti Beers Eeklo heeft een uitstekend jaar achter de rug in de BD1, zeg maar, de tweede klasse van het ijshockey. Eeklo eindigde op de eerste plaats in de competitie. In de play-offs moet het voorlopig vrede nemen met de tweede plaats, maar gisteren kwam leider Hasselt op bezoek. Eeklo speelde zijn laatste troeven uit in de titelstrijd. De Yeti Bears in groene uitrusting willen in deze laatste thuiswedstrijd van het seizoen revanche voor de 7-0-nederlaag in Hasselt. Maar het zijn de bezoekers die de score openen. 0-1, een doelpunt van Vincent van Assen. 5 minuten later komt Eeklo langs zij. Aanvoerder Jurčeka rondaf na een mooie solo, 1-1. En dat is ook de stand na de eerste periode van 20 minuten. Na 8 minuten in de tweede periode moet Hasselt-speler Van Noten 2 minuten naar het strafbankje. Eeklo profiteert van de man-meersituatie en scoort via de Slovaak Hančar. De Yeti Bears leiden nu met 2-1. Maar Hasselt komt 4 minuten later weer langs zij. Nico Del Rio Garcia mag alleen doorgaan en rondt mooi af in de rechterbovenhoek. 2-2 gelijk. En dan komt Eeklo weer op voorsprong. Hasselt-doelman Roelofs kan het schot van Hančar afweren, maar de puck valt toch in doel. 3-2 en dat is ook de stand na de tweede periode. Het gaat er af en toe hard aan toe. Mark van Noten haalt Jurčeka onderuit. De Hasselt-speler mag na deze haakfout alweer afkoelen op het strafbankje. In de derde periode maken de Yeti Bears het verschil nog groter. In de 5e minuut zetten de Eeklonaars na een lage fase voor doel de 4-2 tussenstand op het bord. En 2 minuten later staat het al 5-2. Jan Jurčeka kan een aanval succesvol afronden. Jurčeka is de topscorer van de Yeti Bears. Hij maakte dit seizoen al 41 doelpunten. Maar in de slotfase wordt het toch nog spannend. Hasselt maakt 2 goals in evenveel minuten en daarmee komen de Limburgers op 3 minuten van het einde terug tot 5-4. Maar dichter komen ze niet meer. De Yeti Bears winnen de wedstrijd met 5-4. Het was zeker een mooie wedstrijd, denk ik. Voor na te kijken, maar wij hebben gewonnen, maar wij moesten ermee. Meer gewoon verschil winnen, omdat we hebben een heenmatch 7-0 verloren of zo. En, ja, morgen hebben we nog een match. Ik denk we moeten met 11 punten verschil winnen. Dus, dat kan nog. Alles kan. Dus in ijshockey kan alles. Dus wij hopen nog dat wij dat kunnen doen. Ze hopen nog altijd dat ze het kunnen doen, maar vanavond trekken ze naar Charleroi een 11 doelpunten verschil. Met 11 doelpunten verschil winnen, dat lijkt ons toch wel iets te hoog gegrepen. Eeklo zal dus de promotie naar Eredivisie wellicht niet maken, maar daar zullen de Yeti Bears wellicht niet om treuren. Eeklo blijft liever schitteren in Eerste Divisie.